En hier zit onze prinses Eowyn. Hé, jij meisje. Hoppakee, ja. Zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Hé, ze is lief, hè. Het is ook zo'n grote meis. Goedemorgen, bijna een goede middag. Ja. Oh, het is al goede middag. Ja, het is net 12 uur. Ja, dat ik eerst keek was het 59, dus nou is het 12 uur. Is het goedemiddag. Ik wens jullie weer en hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinda en de Beestenboel. Rebecca, die is boven bezig. Ze heeft het hier beneden al klaar. Ze is even andersom begonnen, omdat er even andere dingen was. Ze belde mij uit bed, om eerlijk te zijn. Maar ik had vannacht weer zo'n maag. Die lag ergens op de Noordzee of zo, weet ik veel. Want ik ben weer zo beroerd en ziek geweest vannacht tot en met. Maar ja, als je ziek wordt en je misselijk wordt, et cetera, dan slapen jullie ook niet goed. Nee, dan slaap je bijna helemaal niet. En dan val je pas in de ochtend in slaap en ja, dan verslaap je eigen. Maar ja, ik ben eruit en weer fris en monter en het gaat weer verder goed. Ik moet nog eten, maar ik was gisteren vergeten brood aan de frietje te halen. Ook dat nog. Wel vlees, maar geen brood. Er wil er één uit. Ja, en jullie begrijpen al wel wie dat is. Meneertje Gandalf. Ja, die wil naar buiten. Nou, die mag naar buiten. Ja hoor. Ja man. Doei. Ja, en hier zit onze prinses Eowyn. Hé, jij meisje. Ga je niks te vertellen? Ook niet. Nee, gisteren was ze heel erg lastig. En daar ligt ons. Wie is dit? Dat is Rijka. Ja. Die is met Rebecca aan het stoeien geweest, hè? Ja. Nee, niet een kusje meer. Hé? Dat is heel lief. Ja, dat gaat helemaal goed met die kleine meid. Ja, en daar ben ik blij om. Dan zit die poot weer niet goed. Die kreeg er net een opdolwaaien van de wangcel, maar oké, daar kwam ik tegenaan. Ik ga een bakje koffie maken en ik wens jullie allemaal. Oh, is het nieuw? Er viel wat. Waarom weet ik niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele mooie zonnige dag. Hier is de zon af en toe. Het is bewolkt, het is blauw, van alle dingen is er hier wel te zien nu. Behalve de regenboog niet. En ook geen regen, nee. Maar het ziet er wel uit dat het gaat regenen. Maar ja, zolang de zon nog schijnt, wat jullie ook op tafel kunnen zien, doen we geen licht van de kerstboom aan. Dat vind ik een beetje zonde van mijn geld voor de stroom, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, dan zijn we dan weer eens eventjes. Ja, het is alweer 15:30. Dat mijn huisje is al schoon. Want Rebecca is geweest. Jack van Serenlo is geweest. Ik heb zelf het een en het ander gedaan. Enkel dat moet nog. De vaat. Ik ben net weer thuis. Mijn bek af. Maar we hebben genoten, of niet dan, Rijka? Ja. We zijn wezen lopen. Ja, ik met mijn rollator. Rijka aan me vastgebonden en lekker wezen lopen en ze doet het zo goed. Ja hoor, hé? Vrouwtje is beren trots op jou, hè? Ja? Hé? Jazeker. Kom maar. Kom dan. Kom maar. 1, 2, hoppakee, ja. Zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Hé, ze is lief, hè. Het is ook zo'n grote meid. Hé, ja nou. Ik zie allemaal.
Ja, dat hoor je allemaal. Oh ja, je hoort van alles. Oh. Gaan we doen? Gaan we doen? Wat gaan we doen? Doen. Nee, wat gaan we doen? Doen. Je koud potjes. Ja. Ga je doen dan? Hm? Mwah. Gaan we weer op de grond. Hè? Zo. Maar oké, ja, ik ga geen koffie drinken. Nee. Alhoewel ik er wel zin in heb, maar ik kan het nou niet hebben. Ik zal en ik moet een bakje thee nemen. Want het gaat niet goed met mijn maagje. Nee, die ligt weer ergens, weet ik veel waar. Dat gevoel heb je dan. Maar het komt wel goed. Ik moet zo even naar boven toe eventjes mijn maagtabletten halen. En ja, ik moet eventjes dat wat op zien te vinden, dat ik daar even ook... Oh ja, ik heb potjes genoeg. Doe ik het wel in een potje. Ja. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zal ze even halen, dan ga ik het even verdelen met beneden en boven. Want de laatste tijd gaat het weer mis, dus ik moet ook... ik heb van de dokter opdracht gekregen dat ik er meer in moet gaan nemen. Dus ja, dat gaan we dan weer doen. Simpel. En voor de rest zien we het wel. En ja, die had ik vanmiddag even naar de telefoon. Ook dat heb ik dus gedaan. Telefoon in spreekuur. En dan moet ik het weer 3 weken aanzien. Ook qua hoesten. Want hij denkt dus dat het ook door mijn maag komt. Dat ik daardoor meer moet hoesten. Oké, nou ja, als hij, ja, hij dokter, ik niet. Nee. Dus 3 weken aanzien. Hekken dan nog. Dan moet ik op praktijk komen. Dan wil hij me zien. Nou ja, oké, dan doen we dat. Simpel. Dan zijn we ook weer 3 weken verder. Dan zitten we alweer wat in het nieuwe jaar. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet verder van jullie middag. Ga ik ook doen. Ik ga ook straks nog aan het renderen. En ik ben nog aan tafel aan het werken. Ik heb postgat nog doornemen. Maar ik ga eerst voor mezelf zorgen. Ja. Hoor wat. Wat? 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 Wat ga je doen? Wat ga je doen dan? Rijke? Ze is weer met die bonk bezig. Aha. Want dan wil ik even een nieuwe halen voor je. Hé? Hé, gaan we een nieuwe bonk voor je halen? Ja, kan deze weggegooid worden? Er zit bijna niks meer eraan, hè? Nee. En droog. Maar ze is nog flink bezig ermee in ieder geval. Zoals jullie wel kunnen zien. Dus ze is weer lekker bezig. Oh ja, en ik heb gisteren dus een kiesje gevonden. Ook zo leuk. Ja, dan moet ik eerst mijn stok hebben. Waar heb ik die nou weer gelaten? Hier. Ik zal hem even pakken. Ja, dat vind ik wel zo leuk. Ik zet jullie even hier neer. En zo even geduld hebben, Pieter Scheun. Nee, ga maar rustig door, wijfie. Ja, ga maar rustig door. Zo. Even een stok daar. Ik heb vorig jaar ooit van Karin en Roderick dit gehad. Het is een hartje. En er zit een engeltje op met een pareltje in de hand. Nou, hoe mooi is dat? Ja, toch? Nou, daar ging de bovenkant van af. En daar zit een briefje in. En daar zit een kiesje in. Van onze Rijka. Ik hoop dat jullie dat zullen zien kunnen. En er zit zelfs nog een beetje bloed aan, maar ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Even omdraaien. Maar het is droog hoor. Ik wil even zo niet. Ja, nou, en de hekken. Een klein briefje bij opgevouwen.
En daar staat op, kiesje van Rijka gevonden op 10-12-2019. Hij lag op de bank. En ik dacht eerst dat het een stukje plastic was. Dus ik dacht, hé, dat dan weer van afgesloopt. En ik pak het en ik kijk het nog eens kijk. Ik dacht, ik moet even onder de lamp kijken. Ik onder de lamp van mijn bureau. En dan was het een kiesje. Nou, hoe leuk is dat? Ik heb nog nooit niet een kiesje of een tandje van een hond gevonden die in ons bezit was. Want ik heb al meerdere puppy's vroeger gehad. Maar nooit niet een kiesje gevonden of een tandje. Dat vind ik leuk. Dat wil je bewaren, toch? Ja. Maar ja, dan heeft ze op de bank had ze allerlei troep. Het was opgeruimd. Ik heb het er zelf opgegooid vanwege dat ik het Jack van Zerelo allemaal liet zien. En dus, nou ja, en die vond haar mager. Hallo? Niet alle honden zijn hetzelfde, 1, 2, 3, het is nog een pup. Maar ja, dan zegt hij erbij, ja, maar je hebt ook dikke, ja, oké. Hier in Nederland, maar zij komt wel uit het buitenland vandaan en je weet niet met wat voor een hond ze gekruist is. Nee, dat weet je niet. Zij zelf lijkt op een terriertje qua koppie, maar wat zit er nog meer in? Dat weten wij niet. Nee. Nou, ik zal het even weer opruimen. Zo. Gaat het erin. De bijbel van Baasje is het vrouwtje. Het Baasje heeft je nooit niet mogen leren kennen. En Frodo, je broer, heeft je nooit leren kennen. Nee. Ooit in de hemel. Komen we elkaar nog tegen. Hè? Ja. Dus ja, lieve vrienden, dat wou ik jullie toch wel even laten zien en laten weten. Dat vind ik toch altijd wel leuk, ja. Dus ik ga zo meteen even de boel hier verder aan het opruimen. En ja, we moeten eigenlijk ook nog met de vaatwasser, maar ik heb last van die maag. Ik kan niet voorover, niks. Niet op die manier. Dus dat moet maar weer even wachten. Ik eerst en dan de rest. Ja, en daarom ga ik nu naar boven. Ik zou zeggen, geniet en tot straks maar weer. Doei doei! Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag 12 december. En het is laat, ik weet het. Het is 18 minuten over 2. Maar kijk daar nou eens. Ze heeft wel eten gehad, ze heeft ervan gegeten. Maar ze zit nou daar te wachten en te kijken en te doen van hoe moet je dat dan eigenlijk doen? Ja, eten. Want ik zit er zo gewoon weer bij de bak. Ze heeft ook droge brokken te leren eten. Ze had er even wat lekkers bij, een stukje vlees. En ze doet het verder geweldig hoor, daar niet van. En Kandalfi die zit natuurlijk uiteraard in de hal te eten en... Ja, die heeft ook geen zin om vandaag naar buiten toe te gaan. Hij is gisteren de hele dag weg geweest. Ik kwam gisteravond laat pas thuis. Ging gisterochtend de deur uit en gisteravond laat kwam die de deur pas weer in. Ja, ja. Geweldig. Maar oké, dat, ik had vanochtend problemen. Kleine meid. Rijka, die was bovenop mijn hoofd gesprongen. Waarom weet ik niet, ze had een dolle bui. Maar ja, het is even wel zeg maar 5 kilo wat je dan op je hoofd krijgt. Gaat niet zonder gevolgen, nee. Dus ik had best pijn in mijn hoofd. En daarom zijn we zo laat. Maar ja, ik had de pret niet boeien, het gaat nou weer goed allemaal, dus het is weer over. En we gaan er gewoon weer lekker tegenaan. Ik heb met leggen te stoeien en leggen te dollen ook. En toen zijn we ook weer in slaap gevallen. En daardoor is het dus ook wel weer overgegaan. Maar oké. Nou zijn hun gaan het eten. Ik moet ook nog eten. En ik moet nog een paar kaarten schrijven die ik helaas was vergeten. Dus ja, dat moet ik ook nog even doen. Eentje heb ik gisteravond nog gedaan. De andere moeten nog. Maar dat komt allemaal weer goed. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Want het is prachtig mooi weer hier, althans in Den Helder. Het
zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Wat wil je dan nog meer? Enkel, ja, het is heel erg koud, dat heb ik al wel vernomen. Dat verneem je al wanneer je de tuin er open doet. Dan komt er toch een ijzige vlaag, een wind over je heen. Oh, je wilt niet weten. Maar ja, dat heb je bij de zee. En het is een gezonde lucht. Ja, daar moet je blij om wezen. Dus ik zeg er geniet ervan. Ja, heerlijk. Lekker. Naar buiten toe. Ga ik straks ook doen. Ja. Kaart aan afmaken en dan even wegbrengen waar ze moeten wezen. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, wat hoor je allemaal? Wat hoor je dan allemaal? Hé? Oh. Wat is je dus, schat? Ik weet, ik ga jou weer vervloggen. Je was zo leuk aan het doen. Ja, dan hou je er mee op. Hé, hey, kom maar. Kom dan. Kom dan. Dat doet ze dus zelf, hè? Ik heb haar nog niet geleerd, niks. Kom maar. Hier was je, ja, bah. Hier was je mee bezig. Ja. Ik ga jarenlang hangen liggen. Hé? Ga je niet meer zo leuk doen? Hé? Ga je niet meer leuk doen? Nee? Ga je niet meer leuk doen? Oh, ja. Oh, je vrouw is zo lief, hè? Oh, lief je toch? Hé? Ja, nou. Hé. Nee, je gaat niet op mijn duim bijten. Die doet al auw. Ja. Je bent een kat. Hé, pak het hier maar. Ga daar maar bijten. Hé, knapperd. Ja, nou ja, ik wou er even laten, zoals dat spelen, dat wou ik jullie laten zien. Maar ja, ik denk, is toch leuk bij de tussen. Ja, waarom je altijd me praten? Dit was ook leuk. Ja, toch? Ja. Ze zeggen, we spreken en zien elkaar later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ben lekker met Rijka een beste blok om geweest. Die is nou ook moe, hè? Jij. Wat zijn je oogjes? Je kleine kraaloogjes. Ja, ik zie ze. Maar ook ben ik, nadat ik thuis kwam, aan het werk geweest. En dan gaat de telefoon ook nog eens een keer. Oh. Ik weet niet wie het is. Zal Karin of Roderick wezen? Ja, hallo? Hoi, ik zit net even te vloggen. Ja, ik blijf maar hangen even. Ja, ik ben ook aan het werk geweest. Even. De aardigheid is weer schoon en opgeruimd. Er staat enkel nog één ding, dat is het vergiet. De rest is allemaal in de vaatwasser. Ja, dus ik ben druk bezig geweest. En Rijka, die is uitgeteld. Hé, meisje? Ja, nou, die is helemaal uitgeteld, hè? Ja.
Maar oké, ik heb Roderick dus aan de telefoon, dus daar gaan we eventjes naartoe. En ik zou zeggen, ik spreek jullie vanavond weer. Toedeloe! Heel lekker aan het spelen. Ja, goed zo. Ja, goed zo, meisje. Goed zo. Nog een keer. Hé? Goed zo dan. Goed zo. Goed zo. Goed zo, meisje. Rijke groot meisje. Ja. Rijke zo'n grote meid, hè. Rijke zo'n grote meid, hè. Had jij ook wat te zeggen? Ja, jij bent ook een grote meid, hè? Ja. 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 Nou dan. Ja, hè. Wat verdik je dan, hè? Zo, ja. Moet jij zoveel vertellen dan? Oh ja. Oh. Ja. Ja. Nou, moet je op de deken? Kom maar op met schoot dan. Kom maar. Ja. Ja, lieve vrienden, ik heb altijd s'avonds een deken om me heen. Tenminste, een deken, een pleet is het meer. Want dan heb ik eeuwen weer een soort schoot. En of Kandalf in de kamer is, Kandalf ook heb ik Rijka wel eens op schoot. Dus ja, allemaal leuk en gezellig. En nou is Rijka druk bezig te spelen en te doen. Ja. Oh, ze had hem al stuk. Oh, oké dan. Ik zat al te kijken. Oh, kijk dan, lieve vrienden. Ja. Hey, nog nee. Ja, zaterdag. Dan is hij 2 weken oud. Dus ik zal hem weer maken. Dus ik leg hem even apart. Ja, hij viel er net op de grond. Ik zei, ja, je tegen de Rijka. Ik zei, ja, moet je zo pakken, fruit doet niet. En nu zie ik dat hij kapot is. Ja, kan gebeuren, hè. Maken we wel weer. Ja hoor, komt allemaal goed. Komt allemaal goed. En ik zou zeggen, welterusten, lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust. Lekker slapen, morgen gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Lieve, nou, wel trusten.